Spiegels. Even geven, hoor. Doe je dat maar? Ja hoor. Ja. Het gaat allemaal goed. Ja. Gelukkig maar. Maar we hadden echt een heerlijk bed. Prima bed. Zo. Ja. Zo. En we zijn vriend groot. Ja. Ja. Wil je ook? Ja. We nemen meenemen. We nemen mee. En je wil nog iets meenemen? Ja, tv. Ja. Ja, neem ook mee. Mega tv. Zo, hoe werkt het met die douchebord? Douchebord. Je bent ook gemeen, hè? Dat is toch? Ik maak er gewoon mijn eigen dingen van. Ja, dat klinkt leuk zo, ja. Nou. Kijk, hoe lang het even Nee, wat is de plan voor vandaag trouwens? We gaan even net serieus blijven. Ik ben helemaal van slag. Ja, wat gaan we vandaag doen? Mag jij vertellen? We gaan best weer een soort van reisdagje, maar minder lang dan gisteren. En we gaan naar de Banff toe. En onderweg gaan we van alles. Gaan we vooral wel even bekijken wat op ons pad komt. Ik denk dat dan het buik. Ondertussen zoek ik eventjes in sporten. Dus tot zo! Nou, we gaan de plank challenge doen. Yes! Even kijken, hoe kijk je? Zullen we 30 seconden zo beginnen? Ja. Oké. Ja. Dan volledige concentratie, de refrein en gepraat. Stilte zetten. Zo, na onze sportsessie zijn we nu verder gegaan. Met plannen van de route. Route plannen. Ja. Kaartje erbij. Route uitstippelen. Ja, over een uurtje moeten we ongeveer uitchecken. Dus we gaan even kijken van ja, wat gaan we nou aandoen eigenlijk, hè, onderweg. Welke route gaan we nemen? Waar is het leuk om te stoppen? Ja. Ik heb jullie even gekeerd hoor. Zo. Hier moeten we uiteindelijk eindigen vandaag. Golden. Golden, dat is al in Banff. Dat is bij Banff, ja. Ja. Ja, we zijn nu daar. We zijn nu... Hier, zo. Loops. Ja, dan moet het die route. Ja. Zal er denk ik één weg zijn, als ik zo een beetje zie. Waarschijnlijk kunnen we die route zo nemen. Zo. Ja. Loop. En je ziet al wat tekentjes zo langs de weg. Misschien zijn dat toeristische dingetjes. Of... En wat ook wel leuk is, de omgeving waar we nu zijn. Ja? Dat is echt een beetje een indianenreservaat. Dat wordt weergegeven door al die pictogrammetjes. Oh, eentje is in de buurt. Zie je dat? Die. Ja. Ja. Kunnen we een tussenstop daar maken? Kunnen eens kijken. Zo, lieve kijkertjes. Ja, we bevinden ons ergens in de bush. Helemaal in de natuur. Even van de snelweg afgegaan. Kijk even of die dan is. Nou, wat hebben we? Die rivier, Mandy. Hoe heet die rivier eigenlijk? Revelstoke, volgens mij. Ja. Dus die rivier gaat helemaal langs de snelweg. Ja, kijk wat prachtig van de leving hier trouwens. Het voelt een beetje als Urbex. We zagen een huizen net met een geweer ervoor. Dus dat soort dingen kan ik beter niet vertellen trouwens. Maar voor de rest is het volkomen veilig hier. Toch Mandy? Ja, nou, tot zo! Ik heb het al even aangedaan, wat heel interessant is, want we moeten nu echt gaan kruipen. We kruipen nu. Kijk, ik moet nu echt hier zo onderdoor gaan. Hier zit een dorens, dat valt wel. Oh, een dorens. Ja, ik ben er. Mandy is er. Ik heb nog niet. Kijk, hoe gaan we dit doen? Au. Nou. Kijk. Mandy is er. Mandy is op strand. Nou,
Nou kijkertjes, het is ons gelukt. Bijna. Ik neem je nog heel even mee, de laatste meters. Ja! Gelukt! Ja! Yeah! Dag allemaal! We hebben even een tussenstopje. Zo, nou, niet te geloven wat we nu toch vinden. Er is hier serieus een heel boerderijtje met allemaal dieren. Superleuk. Echt heel leuk. En is een maisdoolhof. Dus we gaan eens even kijken of, ja, of we eruit komen. Oh, ik had niet gefilmd. Oké. We kunnen hier naar links. Maar wat ik net eigenlijk, wat we net zeiden, we houden rechts aan. Proberen we. Heb je het ook volgehouden? Nee, wel. Oké. Ja, het is een al doolhof hier hoor. Ja, je weet nu niet meer waar je bent. Nee. Nee. We zijn nu echt midden in de mais. Je kunt er ook niet overheen kijken of zo. Nee. Te hoog de mais? Nee. Tot over een paar uur. Tijd voor een vlogje uit de auto. Hoi. We zijn onderweg naar... Ja, we zijn eigenlijk naartoe. was het Revelstoke? Of waren we al geweest? Weet het niet meer. We weten niet waar we naartoe gaan. Ja, dat is toch een heel grote berg waar we toe gaan? Ja, we zijn in ieder geval op zoek naar grote bergen. Ja. Welke? Een hele grote berg. Ergens daar waarschijnlijk. Ja. Oh, ja, jullie gaan een beetje op en neer. Oh, achtbaan ook nog naar links. Hè? Lekker maar gezinkt met z'n allen. Voor de rest gaat allemaal goed hoor. We zijn niet dronken of zo hoor. We zijn een beetje te veel suiker. Ja. Ik zal al iets over de omgeving vertellen. Ja, jij wilt ook. Ja. Ja, wat we nu zien is echt allemaal dennen. Ik zal even het beeld laten zien. Ja. Echt al sinds een kilometer of 20 of zo zien we dit allemaal. Echt allemaal bergen, dennen. Hai. Ja, en dan gaan we naar een hele grote berg toe. Ja, wat dus ook wel grappig is, dat we zijn nu dus in een gebied met bergen. Daar zijn dus ook slagbomen. Er staat op die borden, als er dus sneeuw en ijs ligt, dan gaan de slagbomen dicht. En dan zijn deze wegen waar we nu rijden, zijn dus echt afgesloten. Ja. En borden voor overstekend wild. En nu hebben we gezien herten. Eland. Hebben we voor het eerst op bord gehad. Ja. Geiten hebben we volgens mij ook al een keer op gehad. Ja, van die steenbokken als het ware. Steenbokken. Zijn ze nog niet tegengekomen, maar ze zitten hier dus wel. En beren, hè? Zo'n bord hebben we nog niet gezien. Nee, we hebben nog geen beer. Geen beerbord. Bord gezien, nee. Nee. Maar we gaan nu wel echt die kant op. Dus het zou zomaar kunnen dat knuffelen. We nu beetje knuffelen. Beren gaan zien. Ja, en knuffelen. Ik helemaal wil beer knuffelen. Ja. Hij kan zomaar oversteken nu hoor. Ja. Rem dan. Oh. Goed opletten. Ik heb nog een leuk knopje ontdekt. Oh ja, nee. Herman is een beetje aan het spelen met de auto. Een sportknopje of zo. Kijk dan kun je. Gaan we deze. Gaat ie hoor. Ja, voel je. Of niet? Maar het geluid hoor je wel, denk ik. Dat denk ik ook wel, ja. Zal ik dat knopje weer vinden? Anne. Ja, nou. We zijn er bijna eigenlijk, heel veel kilometer nog? 32 kilometer, 20 minuutjes, zegt hij. Kijk, dan weten wij waar we precies zijn. Zullen we het vertellen? Vertellen we dan precies over het gebied waar we zijn. Ja. Tot dan! Doei! We zijn op
de berg. Ja, en we hebben een bordje gezien. We hebben een bordje gezien. Meerdere. Welkom in Berenland. Ja, en wat voor beren heb je hier wel niet? Grizzlyberen zitten hier. Het zijn niet de lieve schattige zwarte beertjes, echt grizzlyberen. Niet de meest kleine ook? Nee. Dus ze zitten hier al. Ze zitten hier. Ja, we klimmen trouwens nu flink hoor. Ja, we hebben een flinke haarspelbochten. Ja. We zijn nu overigens in Revelstoke Nationaal Park. We moesten ook onze parkpas laten zien. Ja. Dus ik kwam gelijk goed van pas. We werden toegelaten. Ja, gelukkig wel. Gelukkig. En nu gaan we dus naar de top van de berg. Ja. Daar ga je een heel mooi uitzicht hebben. In het middengebied. Ja. En wie weet, kom een beertje tegen. We hebben nog geen pepperspray. Nee, die krijgen we pas bij de park als we daar binnenkomen. Ja, dus eventjes toch wel gevaarlijk. Spannend. Ja, nou, we hebben zelf gestrekt. We overleven het hoor, we overleven het. Hoop ik. Tot op de top, denk ik. Ja. Zo, lieve kijkertjes. Ja, dit is misschien wel onze laatste vlog. Nou, we zijn er. Het berengebied. Hoe zei je dat zo mooi? De grizzly area. De grizzly area. Ja, we zijn goed voorbereid. We hebben onze hiking schoenen aan. Ja. Tas mee. Ja, de pepperspray, dat zijn we vergeten. Ja, dat heb ik dus nog niet. Nou, ik heb een selfie stick, dus ik kan een beetje mappen. Er stond serieus een bord met instructies wat te doen als je een beer tegenkomt. Ja. En wat niet te doen. Wat moeten we doen, Mandy? Rustig naar achter lopen. Lawaai maken. Klappen. Klappen. Oké. Okay. Nou, het is meestal een beetje tegen de schemer. Het speelt dus nu... waar is het? Tegen schemer. Ja, voor de rest zijn we niet onverantwoordelijk bezig, hoor. Ja, er lopen super veel mensen. Ja, daarom. Nou, als we een beetje tegenkomen, gaan we meteen filmen dan. Mooi, net. Ja, pakken we eerst onze selfie stick en dan gaan we weg. Hier lopen we dan. Naar de top. Het is wel leuk wandelen hier. Zeker. Een bepaalde lucht, een lekkere, frissere lucht. Een bepaalde geur heb je hier, hè? Ik denk door die struiken hier of zo. Ja, door de begroeiing. Ja. Zo, lieverd. We zijn er. Hier doen we het voor. Het machtige mooie uitzicht. Magisch. Ja, we lazen ongeveer 2 kilometer hoogte zitten. Zitten we nu. Ja. En die rivier, dat is de Columbia rivier. Die zichtbaar is. Ik denk dat je wel redelijk ziet. Ja. Hij zit daar zo. Ja, precies achter ons. Ja. Bergen, ik weet niet of je die kunt zien daar, dat is gewoon wit. Gewoon eeuwig sneeuw, ijs. Nou, dat zijn echt. Dat was het begin van de Rocky Mountains? Dat zou zomaar kunnen, daar zitten we wel in de buurt. Ja, het begin van de Rocky Mountains. Sowieso geweldig hier. Zo mooi. Wow. Echt onbeschrijfelijk. Ja. Alsof je. In een film of een droom zit? Ja, daar zijn we niet. We zijn er echt. Het is duidelijk een beerspoor. Heel diep ook. Dat kan heel nooit diep. Een mens gedaan hebben. Nee. Gelijkmatig? Nee, dat is ook niet zeg maar van een mes of zo. Nee. Nee. Echt van een beer dit. Zo, en we rijden... Het park uit. We hebben alles gezien. Ja, en dan gaan we. Het is tijd. Oh. Wat is dit? Het loket is ook dicht trouwens. Ja, de deuren zaten wel dicht. En nu? Moeten we bij de beren slapen? Ja. Ik weet niet, misschien zit er een nummer of zo even naar het loket toe gaan of zo. Of... Ja, of om hulp roepen. Ja. Nou, ik zal wel even. Zitten we dan? Nou, kun je weg. En nu? Ja, als we slapen. Dus een beetje.
Nou, zullen we de kijkertjes maar verlossen? Ja, ja, ja. Wij schrokken serieus. We schrokken trouwens ja, serieus wel, hoor. Wel, ja. Ja, 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 we schrokken wel. We dachten dat we echt een probleem hadden. Maar toen lazen we daar ja. een bordje. Ik krijg hem niet helemaal scherp. Dat je tot aan de witte lijn moet rijden en dan gaat hij open. Dus we gaan gelijk even testen. Ik blijf gewoon filmen en helemaal gaan rijden en we gaan ja, het zien. Ja. Zo. We gaan van. Het zien. Krijg er warm van. Ja, dat snap ik. Opgesloten. Nou, daar gaan we hoor. Gaat hij open. Ja! Yeah! We kunnen weg. Hè? Gelukkig. Gelukkig. Kijkertjes, jullie zien bijna niks. Wij ook niet. We zijn nu bijna bij onze volgende overnachtingsplaats. De Birdhouse. En die ligt echt in the middle of nowhere. In een bos. En het is al donker. Dus we zijn flink aan het zoeken. Ik zou hier moeten zijn. Oh, het brandt een vuurtje. We gaan even kijken. Wordt vervolgd.